Denk maar niet dat je binnen mag komen. Waarvoor ben je gekomen? Kom je het goed maken? Nee, dat dacht ik al. Want dat gaat ook niet gebeuren, dat snap je zelf ook wel, toch? Ik vertrek over 2 dagen. En wat zeggen ze over het herstel? Hoe groot is de kans? En stelt ze dat ze het stop kunnen zetten. Geen dementie meer. Ah, man, dat is toch onzin? Ze vragen bakken met geld voor koeiendarmen en gebakken lucht. Ja, maar als het lukt dan... Dan wat? Dan leven we nog lang en gelukkig. Dan kom je weer gezellig bij me wonen. Alsof het altijd zo gezellig was. Gaan we samen trainen. In het park. Moeder en dochter. Lijkt je dat leuk? Dat kan ik niet, man. Niet na alles. En dat... Is dat wat er over is? Voor jouw koninkrijk? Behandeling is duur. Als het werkt, dan kom ik niet terug. En als het niet werkt, dan kom ik ook niet terug. Nee, enveloppen. Antwoorden. Die hoef ik niet. Ben ik dan slecht? Ja. Het antwoord is ja. Maar wat is de vraag? Ben ik dan een slechte moeder? Je bent een trut. De tijdschriften stonden vol met jouw daverend succes, terwijl papa en ik altijd alleen waren. Headlines over jouw romantische filmtaferelen. Eén grote fabel. Koningin. Te rijk. Te druk voor kind en man. Kijk, dat is een eerlijke krantenkop. Je was er nooit. Ik was altijd alleen. Ik heb nog 2 dagen. Geven en vergeten. Geven en vergeten? Jou? Dag, mam. Ik heb zometeen een trainingssessie. En dan ga ik Tanja uit school. Een overvolle werkdag, maar toch nog tijd voor mijn eigen kind. Apart, hè? Sorry. Sorry, Petra.